Vanmiddag kwam er schokkend nieuws over het prachtige nieuwe sportpark Willem-Alexander. Het is aan het verzakken. We dachten van, dat kan toch niet waar zijn? Pim Koning, jij kwam terug van vakantie en toen zag je het eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk niet alleen al na de vakantie, maar het leek wel na de vakantie dat het wat erger is geworden. We hebben het al eerder beoordeeld dat er wel wat aan de gang was met het complex. Je weet het, met nieuwbouw zijn er altijd wat mankementen te constateren. Maar ja, dit neemt wel zulke extreme vormen aan dat dat wel bepaalde consequenties heeft voor de vereniging. Jullie zagen het al eerder dat er scheuren kwamen, dingen vielen scheef. Ja, wij niet alleen. We hebben natuurlijk boven de vereniging hebben natuurlijk een sportparkmanager, een stichting zitten. Die hebben natuurlijk regelmatig controles en rondes op het complex. En er werd al redelijk snel zichtbaar dat er wel een aantal punten voor verbetering vatbaar waren. En men is nu op dit moment in het kaart aan het brengen van joh, waar zitten de mankementen en hoe kunnen we dat oplossen? Wel met als gevolg dat dat, wat ik net al zeg, vergaande consequenties heeft voor de voetbalvereniging Ketel Spaarland. Ja, want een veld mag niet meer gebruikt worden. Beneden mogen de trainingsfaciliteiten niet meer gebruikt worden. Dat is nogal wat. Nee, dat is zeker wel. We zijn natuurlijk wat dat betreft een multifunctioneel complex. Wij richten ons natuurlijk met name op het voetbal. Logisch ook, hè. We zijn een voetbalvereniging. Maar we denken wel mee met de andere verenigingen. Het veld waar we ons nu op bevinden, dat is eigenlijk per direct is dat afgekeurd. Op last van de gemeente. Met name vanwege een stukje veiligheid. En daar kan ik ook heel goed inkomen. Hè, want je zet wel een mooi duur complex neer. En dan moet het wel aan de eisen voldoen. Is voor ons een domper, omdat we het seizoen met veel enthousiasme zijn begonnen. Het ligt een mooi trainingsschema voor oefenwedstrijden en om de trainingen te volgen. En nu blijkt dat dit veld eigenlijk geschrapt is van de lijst. Doordat een aantal mensen, vrijwilligers van ons, gisteren spoedberaad hebben gehad om toch voor de komende weken en straks voor de nieuwe competitie weer zo'n kaart in kaart te brengen dat we het toch kunnen gaan rooien dit jaar. Ja. Hier kan echt niet meer op gespeeld worden, want er zit een hele gleuf in het veld. Het is wat moeilijk te zien, maar er zit echt een gleuf in het veld. Gaat dat niet door naar de andere velden ook? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Kijk, er wordt wel in de wandelgangen gezegd van joh, wat voor consequenties heeft dat voor de andere velden? Kijk, veld 4 en 5 aan de andere kant van de tunnel richting Vlaardingen. Ja, dat ligt er allemaal nog verbeeldig bij. Veld 3, nou, daar zie je gewoon dat, laten we het zo zeggen, het weer zijn invloed heeft gehad. Ja, en we hopen in ieder geval dat dat niet doortrekt naar veld 2. Het voordeel wel van dat dit nu geconstateerd is en dit veld eruit gehaald is, dat veld 2 wat dat betreft door de gemeente en de stichting wat meer aandacht krijgt, dat ze op de voet volgen van hoe de ontwikkeling daarin is. Maar als we rond dat veld kijken, dan zien we overal scheuren in het beton. De hekken zijn scheef getrokken. Dat kan toch niet goed gaan? Dat kan niet goed gaan. Maar wat ze mij wel verteld hebben, van nou, omdat de velden boven op de tunnel liggen en er genoeg ballast onder ligt, ja, hoeven we niet bang te zijn dat we met het hele veld straks, wat dat betreft, heel gekscherend op de Rijksweg liggen. Het is met name het gedeelte rondom het veld, hè, met name het luifelgedeelte, wat aan verzakking onderhevig is. Maar die tunnel is op dezelfde ondergrond gebouwd. Zou die dan niet gaan verzakken? Ik verwacht het niet. Maar ja, daar is goed over nagedacht. Het is met name de afwerking rondom het veld en het veld zelf, wat nu op dit moment aan verzakkingen onderhevig is. Ja, en wat ik het belangrijkste vind, is dat de gemeente op heel korte termijn met het hele bouwconsortium, dus met alle bouwers om tafel komt, dat er op heel korte termijn een oplossing gaat komen. En dat dat niet een hele lang gesteggel wordt van wie neemt de schuldvraag op zich en wie gaat het onderhoud en de reparatie betalen. Want dat betekent nogal wat. Dan zal het hele veld eraf moeten. Er moet een nieuwe fundering in of iets dergelijks. Dat gaat gigantisch. Dat gaat miljoenen kosten misschien wel. Waarschijnlijk wel. Maar ja, ik ben ook maar een leek. Dus ik laat mijn oren ook hangen naar de gemeente en naar de specialisten. Wij kunnen ook niet anders. Maar ja, is het iets bouwkundigs? Is het een constructiefout? Ja, ik weet het niet. En nee, de bouwers wellicht ook niet. Dus ze zullen nu in eerste instantie om tafel gaan om te onderzoeken van nou, hoe is het ontstaan? Vervolgens de schuldvraag. Zo neem ik aan van door welke partij is het ontstaan, ja, en wie gaat het uiteindelijk betalen. Ja. Dus ik zeg het nu heel makkelijk, maar ik denk dat daar wel een paar maanden overheen gaan, ben ik bang. Ik kwam hier net aan, er wordt hier getraind nu en het is eigenlijk het gesprek van de dag. Het is eigenlijk het gesprek van de dag. Ja, je zag het net al toen ik het veld op kwam lopen, dat gelijk al spelers naar me toe komen en wat gaat dat kosten. Ja, gelukkig hoeven we dat allemaal natuurlijk niet zelf te doen. Maar het nadeel wat we ondervinden is dat wij heel blij zijn dat we de afgelopen twee seizoenen hier op het nieuwe complex zijn gegroeid.
Ja, en dat komt nu eigenlijk, wat dat betreft, door de rekening toch al een streep. Dat we nu heel veel bypasses moeten maken om er toch weer een leuk seizoen van te maken. Kijk, een leuk seizoen gaan we er sowieso van maken. Hè, want we zijn een enthousiaste, leuke vereniging. Maar dit is wel een domper op het geheel.